Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go video op Crazy Koen. Heel tof dat je weer kijkt. Er is ontzettend veel Pokémon Go nieuws geweest de laatste tijd. Deze video gaat over de Latios Raid Week die eraan zit te komen. Pokémon Go heeft hem aangekondigd. We krijgen straks een week de tijd om Latios te vangen. En we hebben een kans op een shiny Latios. In de video van vandaag de beste Latios Raid Counters. Alles wat jij moet weten over de Latios Raids. En we kijken of we iets kunnen zeggen over de shiny odds. Heb je nou iets aan deze video en vond je hem tof? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal voor meer van dit soort video's. En deel deze video vooral ook met je vrienden om alle Latios informatie de wereld in te helpen. Wij gaan heel snel beginnen met deze Latios Raid Guide. Allereerst laten we kijken wat we weten van het Raid Weekend. Pokémon Go heeft deze in-game announcement gegeven. En het belangrijkste daarvan is natuurlijk de datum. Maandag 15 april. 1 p.m. PDT. Dat betekent maandagavond voor ons. Dus wil je hardcore Latios raiden, begin dan op dinsdagochtend. En als je maandagavond laat nog een raid weet te vinden, heb je misschien al mazzel, kun je direct beginnen. Je hebt tot maandagavond 22 april de tijd om Latios te gaan verslaan. En de features zijn natuurlijk de legendary Pokémon Latios will be joining raid battles. And if you are lucky, you will encounter a shiny Latios. Het is belangrijk om op te merken dat dit dus niet Giratina gaat vervangen. Giratina Origin Form zal ook nog steeds in raid zitten en Latios komt daar dus bij. Oftewel, als je een 5-ster ei ziet, is het nog niet gegarandeerd dat er een Latios uitkomt. Daarvoor zul je toch eventjes moeten afwachten. Hopelijk zien we wel een groter aantal 5-ster eieren en dus meer Legendary Raids. Latios dus naast Giratina. Dus mocht je de Origin Form nog niet hebben, zoals ik kan, hoef je je er geen zorgen over te maken dat je daar helemaal geen kans meer op hebt gedurende de Raid Week. Ze zitten er dus allebei in. Wat betreft statistics is Latios een redelijk sterke Raid Boss. 52.220 CP heeft hij als Raid Boss en het is een Dragon en Psychic Pokémon. Die typing is al wat lastig en hij heeft dan ook nog eens een hele hoge attack stat. Perfecte IV Latias zijn met no weather 21,78 en als je een weather boost hebt ben je op zoek naar een 27,23 Latios. Die twee gaan perfecte IV's opleveren. 21,78 als ze niet weather boosted zijn, 27,23 als hij wel weather boosted is en Latios. Zowel als Psychic als Dragon-type wordt geboost door Windy Weather. Op het moment dat het dus winderig weer is, krijg je een gebooste Latios en dan is een grotere raidgroep gebruiken misschien slim. Qua statistieken is het aan te raden om met een groep van minimaal 4 of 5 mensen Latios te gaan proberen. Daaronder is het misschien wel mogelijk, maar is het echt een grote uitdaging. Latios zijn attack stat is namelijk enorm hoog en dat betekent dat het wel slim is om een wat grotere groep te nemen als je hem gaat uitdagen. Latias kan 2 verschillende attack quick moves hebben. Dat zijn Dragon Breath, een drakenaanval en Zen Headbutt, de Psychic aanval. En als charge move zijn er 3 opties. Dragon Claw, Psychic en Solar Beam. En vooral die laatste, Solar Beam, daarvoor zul je wat moeten uitkijken. Want Tyranitar zou heel goed aangeraden kunnen worden vanwege zijn Dark Typing. Bijvoorbeeld als hij een Zen Headbutt Quick Move heeft. Maar ga geen Tyranitar meenemen naar een Solar Beam Latios. Want dat gevecht ga je zeker verliezen. Kies dan voor de andere counters. En dat brengt ons op het vraagstuk. Welke counters kunnen we nu het best meenemen? Latios heeft als Dragon en Psychic Typing eigenlijk voornamelijk de Dragon Type Weaknesses. Dus dat houdt in dat je het beste een Draken Pokémon of een IJs Pokémon kunt gebruiken. En ook dat type moves. Er zijn een aantal counters die zeer geschikt zijn. Waarbij natuurlijk helemaal bovenaan Rayquaza te vinden is. De sterkste Dragon Type Attacker in de game. Zelfs als Latios een Dragon-type Fast Move en een Dragon-type Quick Move heeft, kun je Rayquaza nog overwegen omdat hij gewoon een ontzettend hoge DPS heeft en dus heel erg veel schade aanricht. Als tweede, derde en vierde optie hebben we Salamence met alleen een Dragon-type Moveset, Dragonite met een Dragon-type Moveset, Palkia en natuurlijk ook Dialga als Dragon-type Attacker, waarbij Dialga dan weer het voordeel heeft dat als je hem gebruikt tegen een Latias die alleen maar een Dragon-type moveset heeft, dat hij
al die moves resist vanwege zijn Dragon en Steel typing. Dat maakt Yalga dus echt best wel geschikt als counter tegen Latios. Mocht je die Pokémon nou niet hebben of mocht je ze niet gemaxed hebben, dan zijn er nog meer opties dan alleen dat. Zo zou je kunnen overwegen om een Gengar te gebruiken met Shadow Claw en Shadow Ball. Of als je geen Shadow Claw, Shadow Ball Gengar hebt, dan kun je overwegen om een Lick Shadow Ball Gengar te gebruiken. Die heeft een iets hogere Total Damage output en de Ghost Attacks zijn wel super effectief tegen Psychic. De Giratina Origin Form heeft een hogere attack dan de Giratina als alternatieve vorm. Dus ook de Origin Form zou je kunnen gebruiken. Dragon Tail en Shadow Ball zijn dan de aanvallen die je hem het beste kunt geven. Allebei zijn super effectief en allebei hebben ook het voordeel dat ze Staff hebben tegenover Giratina. Een Latios zelf is natuurlijk een optie en ook Mewtwo met Psychic en Shadow Ball is een mogelijkheid. Het enige nadeel van een Mewtwo gebruiken is dat alleen Shadow Ball super effectief is en dat voor Psycho Cut niet geldt. En dan is er last but not least natuurlijk nog altijd de Pokémon die ik ook heb gebruikt tegen Giratina Origin Form, Mamoswine. Als een Dragon en Psychic type heeft Latios gewoon een zwakte tegen ijs. Dus dat houdt in dat een Powder Snow Avalanche Mamoswine super effective damage gaat dealen tegen Latios. Hij is wel iets minder tanky, maar het is wel een goede keuze. Eventueel zou je ook nog kunnen overwegen om Honchkrow, Weavile of Latias, de vrouwelijke variant van Latios, te gebruiken. Vooropgesteld dat je ze Dark of Ice Attacks leert. En in het geval van Latias of Alolan Exeggutor kun je natuurlijk ook Dragon-type moves gebruiken, want ook die zijn super effective. Als laatste, Houndoom is nog een optie, maar Houndoom is nogal een Glass Cannon. Geen hele goede attacker, maar je zou hem ook kunnen gebruiken met de moves Snarl en Foul Play. Op die manier kun je er vrijwel zeker van zijn dat je een Latios aan gaat kunnen. Maar hoe vind je dan nu de beste counters als je niet van tevoren een team hebt opgezet? De beste manier om dat te doen is om de zoekcommando's te gebruiken. Ik heb daar enige tijd geleden een volledige video over opgenomen. Link staat bovenin het scherm en ook onder in de beschrijving. Die kun je bekijken. De beste manier om dat te doen is met behulp van het tekentje add. Want als je de add gebruikt, dan vertel je Pokémon Go, laat mij Pokémon zien die de move kunnen die ik nu ga typen. En dat kan qua typing zijn, dus ik kan zeggen Dragon. En vervolgens laat hij me dus alle Pokémon zien die een Dragon move kunnen. Waarmee ik me dan wel weer afvraag welke Dragon move deze Pidgey kan. Twister kan hij, dus die heeft een Dragon type Charge Attack. Deze Gyarados heeft Outrage als Dragon Attack. Al deze Pokémon kunnen dus een Dragon type Attack. Dat is misschien niet de meest handige manier, want je wilt waarschijnlijk een specifieke move hebben. Dat kan natuurlijk ook als je zegt, ik wil alleen Pokémon zien die Outrage kunnen. Dan kun je door Add Outrage in te tikken, zoals ik net gedaan heb, filteren op Pokémon die Outrage kunnen. Hetzelfde kan natuurlijk met bijvoorbeeld Avalanche. En dat laat eigenlijk al direct de keuze zien die ik ga maken op het moment dat ik een Latios party ga samenstellen. Ik ga voornamelijk weer voor mijn Mamoswine. Want ik heb op dit moment helaas nog geen gemaxte Rayquaza. Deze heb ik allemaal al wel gemaxed. En dat zal dus mijn party gaan vormen. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar het party dat jij wilt gaan gebruiken om Latios te gaan verslaan. Drop dat hieronder in de comments. Tot slot dan nog Shiny Odds. Shiny Latios komt dus naar Pokémon Go. En ik heb het nog niet gezegd, maar de Shiny is awesome. Hij is echt heel erg tof. Hele mooie kleur, die groenige kleur. Heel vet. Shiny Latias heb ik helaas aan me voorbij moeten laten gaan. Maar ik heb Latios nog helemaal niet in de Pokédex. Dus ik ben extra gemotiveerd om die te gaan pakken. De Shiny Odds liggen waarschijnlijk, als we de Latias Shiny Odds volgen, zo rond de 1 op 40. Dus dat houdt in dat als je 40 raids doet, dat je dan gemiddeld genomen 1 Shiny Latios gaat tegenkomen. Nadeel, je hebt leugens, grotere leugens en statistiek. Dus het zou maar zo kunnen dat je 40 of 50 of 60 raids doet en nog geen Shiny Latios hebt. Dat hoop ik natuurlijk niet voor jullie. Ik gun jullie allemaal die Shiny Latios. En natuurlijk zelfs ook nog meer dan 1 Shiny Latios. Ik wens jullie heel erg veel succes. Volgende week maandag kunnen we gaan beginnen. 15 april, maandagavond onze tijd. Dinsdagochtend weet je zeker dat hij dus dit. Tot en met dus maandagavond, de weken na 22 april. Heel erg veel succes met jullie Shiny Latios jacht. Vond je deze video tof? Geef hem dan een like.
Abonneer voor meer en wil je direct meer? Er staan al twee filmpjes in beeld. Daar komt zo dadelijk een derde bij. Deel deze video ook met je vrienden op social media. En als je toch op social media bent, je kunt me daar ook volgen. Links in de beschrijving, Facebook, Twitter en Instagram. Daar zit ik op. Toppers, ik was Crazy Koen. Nogmaals heel veel succes met jullie Latios jacht. Ga die shinies pakken. En ik zie jullie in de volgende Pokémon Go video. How do you?